Mijn naam is Robert van Kruijsen. Ik ben de locatieverantwoordelijke chef-kok van dit hele mooie gebeuren. Ik mag hier al dankzij Bob Hutte en meneer Baan werken. Mijn doel is eigenlijk om hier al een van de gezondste restaurants van Nederland te maken, zowel niet de gezondste. Ik heb een aantal doelstellingen voor me. En dat is eigenlijk zonder zout te werken en heel veel met koperkress te werken, met kressen. Zonder suiker, verantwoord, vooral de 80-20 principe aanhoudend, 80% groente, 20% proteïne. Bob en Rob nu bestaat in ieder geval uit een volkoren broodje, wat belegd is met minimaal 120 gram groente. Dat kan gegrilde groente zijn, dat kan een pureevorm zijn, dat kan een spread zijn, dat kan een salade zijn. Er zit altijd iets van een kaas of iets proteïnes op. Daarbij hebben wij altijd nog een verantwoorde salade. Die salade is vaak ook met linzen, bonen, zodat we toch wel een goed gevuld geheel hebben en ook de nutriënten eigenlijk volledig zijn. Er komt altijd nog ietsje van een stukje kip bij en we hebben natuurlijk ook altijd de volwaardige soepen hier huisgemaakt zonder zout en hier op het fijn bouillon getrokken. Het staat nu, de grootste uitdaging voor mij is nu staat het en het uitbreiden naar een totaalpakket. Tot we ook hier ook om de 10 uur nog een voorziening kunnen doen. Een gezonde voorziening, zodat de mensen gewoon lekker de ochtend door kunnen komen. Dat kan bestaan uit een muffin vol met groenten, zonder suiker. Het kan ook zijn uit een frittata, maar er is zo legio mogelijkheden. Dus dat zijn mijn doelstellingen. Mooi, dankjewel. Graag gedaan.